Deze beschouwing die valt, wat een hele leuke, die valt dan in het kader van interessante tijden. Dat was echt heel leuk. En weer een stukje van de LifeSite News met die John Henry Weston. Dat is die reporter, die is zelf katholiek en die doet dan verslag geven over wat de paus nou weer heeft gedaan. Hij wordt echt lachen. Even kijken, dit gaat over de Amazone-synode. En die is helemaal niet in de Amazone. Nee, het gaat ook niet om het redden van de Amazone. Nee, het gaat erom dat we allemaal lekker heidens gaan doen, net als de heidenen uit de Amazone. Ja, dat hoor je goed. De paus heeft zich overgegeven, die heeft zich bekeerd tot het heidendom. Echt om weer te bescheuren. Let maar op. First off, there is still no official explanation of the Vatican Garden pagan ceremony with the... Er is nog steeds geen officiële verklaring gekomen waarom de paus meedoet. Full prostration and female priestess leading the ceremony. Dat is ook erg, hè? Vrouwelijke priester, ja. We've asked the Holy See press office about it, and we're still waiting for an explanation. That reply from the bishop at the first synod press conference, who said, well, it might have been Mother Earth, or maybe a statue of the Virgin Mary. Remember, it was a nude statue, by the way. Ja, hier gaat het dus om. Dit heet idolaterie, by the way. Iets waar de Rooms-Katholieke Kerk niet over moet zeuren natuurlijk, want zelf doen ze er ook aan, maar... Als er een andere dat doet, dan gaat het pas ik wel. Hey, maar dat mag van Mozes helemaal niet. Dit hoor je dus niet te doen. Ja. Dit hoor je dus letterlijk niet te doen. Dat wat hier gebeurt, dat is... kijk, ik zeg niet... Kijk, van mij mag je het wel doen. Maar dit is dus niet bijbels. Niet. Vandaag niet, gisteren niet, morgen ook niet. Dit is onzin. Bijbels gesproken dan. Ik wil die mensen in hun waarde laten. En als ze dat ja, van houten poppetjes dingen willen maken. Ja, ik vind het heel erg naïef. Ik vind het kinderlijk. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen het hunne over het christendom. Ja? Maar ik vind het wel grappig dat de paus dan ook tot over zijn oren ingedoken is. Nou, even lopen. Hopping on the bus. It just didn't cut it. So beyond that, the pagan statue was processed into St. Peter's Basilica on a kind of a boat, with a circle of chanting and dancing people surrounding it when it landed there on the floor of the basilica. And you can view the cardinals joining in with the chanting and dancing inside St. Peter's Basilica itself. You'll also see in this photo Pope Francis and various cardinals also offering prayers before it. Thanks to the footage shot by LifeSite's videographer Jim Hale in Rome for the synod, we can show you the idol of this Mother Earth is now stationed in the Santa Maria in Transpontina Church, which is just down the street from the main road to the Vatican, Via della Conciliazione. Jim tells me that the beautiful church has been sort of transformed into like a trade show or exhibit hall of sorts for globalist eco-socialism, with most of the side... Hier wordt interessant. Eco-socialism. Dat is precies waar de paus mee bezig is. Ik heb al eerder gezegd in de interessante tijden over de paus en de wereldorde. De paus is een hele belangrijke factor. Zo niet de belangrijkste. En dan zie je hier deze poster. En daar gaat John Henry Weston helemaal naar zijn dak. En terecht. Want ik vind het ook smerig. Ik vind het belachelijk. Er is een vrouw en die geeft de borst aan een wezel. Ah, dat... Ja, dat vind ik... Ik heb er geen woorden voor. Daar hoef je niet trots op te zijn. Dat is uitermate primitief. Toch?
Wat vind jij ervan dan? Vind jij dit normaal? Want dat doe je toch niet? En los daarvan, het is naaktheid. Wat doet dat in een kerk? Ja, maar die mensen die zijn, vinden het heel normaal hoor, dat vrouwen met blote borsten lopen. Ja. Dus dat gaan we hier in Nederland dan ook allemaal maar doen? En wat wordt ermee bedoeld? Hè? Een vrouw geeft de borst aan een dier? Dan ben je toch niet fris in je hoofd? En dit wordt dus in de katholieke kerk, wordt dit ondersteunen ze dit. Ik vraag me af hoor, dat vind ik wel interessant dus, hè? Hoe gaat de katholieke kerk hiermee wegkomen? Intern dan. Oh, de mensen die niet katholiek zijn, die zullen denk ik allemaal eens iets hebben van, nou ja, dat is toch leuk. En de katholiek is lekker, de katholieke kerk is lekker multidisciplinair geworden of zo. Multicultureel of, ja, het hoort er allemaal bij. Ja, er zijn een behoorlijk aantal katholieken die dit absoluut niet waarderen. En daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Jij toch ook wel, dacht ik. En hoe loopt dit dan af? Ja, dat is... De toekomst zal dat natuurlijk leren. En dat maakt deze tijd interessant, hè? Ja, ik blijf erbij dat het christelijk geloof, de Bijbel, dat daar het antwoord zit. En dat baseer ik op het feit dat de Bijbel zo bijzonder in elkaar zit. Het evangelie van Marcus bijvoorbeeld, daar hebben ze met behulp van een computer hebben ze de analyses van gemaakt. En daar zitten heel veel voorkomens in van veelvouden van 7. Zoveel voorkomens daarvan, dat het heel erg onwaarschijnlijk is dat dat toevallig tot stand is gekomen. Heel erg onwaarschijnlijk. Ik bedoel, verschrikkelijk onwaarschijnlijk. Categorie 5 keer achter elkaar de staatsloterij winnen. Onwaarschijnlijk. En dermate complex dat het onmogelijk is dat Marcus, die dat evangelie geschreven heeft, of het, ja, degene die het geschreven heeft, maar die had geen computer. En hoe had hij dat erin moeten stoppen? Dat zijn toch feitelijkheden? Bijbelse feitelijkheden. En het gebod van Mozes, het tweede gebod, van gij zult u geen beeld maken van iets op deze aarde en dat vervolgens gaan lopen aanbidden. Daar zit wat in, hè? Dat staat niet voor niets als tweede gebod, hè? Want ik ben een jaloerse God. Ja, precies. Nou, en wat is dit? Ja, dit is heidense toestanden. En wat die heidenen doen, is ze maken beelden. En dan gaan ze knielen voor die beelden. En
Ja, het is allemaal best. Ja, ik zou niet zeggen dat je het moet gaan verbieden. Maar je hoort dat niet in je kerk te laten. Als christelijke kerk. Daar ga je een grens over. Die je niet over had moeten gaan. Punt. Is mijn mening. En de kerk heeft het nou wel gedaan. De katholieke kerk heeft het nou wel gedaan. Met die Amazone-synode. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Ik blijf deze jongens volgen hoor. Live Site News, zo heet de website. Zo heet het kanaal trouwens ook op YouTube, dacht ik. Of is het nou John Henry Weston Show? Als fenomeen vind ik het interessant. Jurk, die had tegen mij gezegd van jongen, hou je toch niet bezig met die stomme katholieken. Het is allemaal contra-bijbels. Daar heeft Jurk gelijk in. Ik heb wel begrip voor zijn standpunt. Ik zeg ook niet dat hij het moet gaan doen. En trouwens, dat zou hij ook nooit gaan doen. Maar ik vind het wel weer leuk. Als, ja, als fenomeen. Want kijk, dat je zo'n katholieke kerk, een universele kerk, hè, dat heb ik al een paar keer uitgelegd, hè, dat gaat om de universele kerk, die nodig is als tweede poot van de wereldorde. En die andere poot van de wereldorde is dat, dat de wereldorde de baas wordt van alle economische activiteit. Dus dat alle fabrieken, alle landbouw, alles. Alles wordt ondergebracht in één grote piramide. En daar gaan we naartoe. Dat kan je nu al zien. En ik vraag me af, en dat vind ik ook interessant, hè? Je kan het nu zien, hè? Dat ze daarmee bezig zijn. Iedereen roept om meer regels en de belasting omhoog. En als je op Facebook kijkt. Ja, misschien dat jij andere Facebook-vrienden hebt dan ik. Maar die Facebook-vrienden van mij, die willen allemaal meer regels. Meer toezicht, meer Europa. En meer. Maar met slogans als ik ben niet tegen boeren, maar die boeren moeten wel doen wat wij zeggen. En ik, ja, ja, ik vraag me af of deze mensen willen weten wat er aankomt. En dat ze aan het meejuichen zijn bij het optuigen van een wereldorde waarbij de religieuze kant van de zaak helemaal ingekaderd is in één grote hiërarchie. Met de paus bovenaan. Alsmede alle politiek, economische, sociale toestanden. En privébezit, nee, dat is over, jongen. Je hebt een clubje straks, de 1%, en die hebben wat. En de rest helemaal niet. Dat zei Wim, mijn vriend Wim Gaudertuin, dat hij had gehoord van een plan om boeren hun, ja, dat land te, om ze te onteigenen. Dat land dat wordt dan in beheer gegeven aan een soort natuurbeheer, biojongensclub. En dan mogen boeren stukken land terugpachten. Maar dan wel onder auspiciën van die natuurvriendenclub. Ja, en van wie is dat land dan? Van die natuurvriendjes? Nee, natuurlijk niet. Want die
Er wordt alleen maar gevraagd van, willen jullie een leuk natuurplannetje maken voor deze vierkante kilometers? En dan gaan die jongens en meisjes fijn aan de slag. Nou, die boeren natuurlijk ook niet, want die zijn onteigend. Maar wie is dan eigenaar van die grond? Ja, denk er eens even over na. Niets meer Jan met de pet en Mien met de plu. Niet langer Otto Normaalburger, zoals ze in Duitsland zeggen. Otto Standaardburger. Nee. Nee, dat valt toe aan de grote hiërarchie, aan die grote piramide. Straks wordt een heel andere wereld, hoor. Als je... Ja, je zou je kunnen voorstellen dat als je over een paar honderd jaar... dat je een kind hebt en dat het kind dan de hand weet te leggen op een boek zoals 1984 of A Brave New World van Huxley. Dat het kind dan denkt, jeetje, er leefden toen profeten. Die konden voorspellen. En dat aan dat kind verteld zou moeten worden, wat er misschien dan helemaal niet gebeurt, maar dan zou je hopen dat het kind verteld wordt van nee, Aldous Huxley en, hoe heet hij eigenlijk, Blair of zo, hè? Ja, George Orwell was een pseudoniem, hè? Hij heette anders. Nee, die mannen, Die is gevraagd om in het kader van politiek activisme die romans te gaan schrijven om de wereld klaar te maken voor de maatschappij waar je nu in leeft, lieve kind. Ik hoorde ook al dat ze bezig zijn om de leeftijd waarop kinderen elke dag gebracht moeten worden naar een centrale plek om dan allemaal gedachten ingeprent te krijgen in het kader van onderwijs. En je bent een misdadige ouder als je dat je kind niet gunt. En nu is het verplicht vanaf 5 jaar. Dat weten heel veel ouders trouwens niet. Die brengen hun kind op het 4e jaar al naartoe. Maar vanaf het 5e jaar is het nu verplicht. Ze willen die leeftijd omlaag gaan brengen. Dat het verplicht wordt, hè? Terwijl het nu al zo is dat stapels ouders brengen hun kinderen al onder in kinderdagverblijven. Vanaf het moment dat de ouderschapsverlofperiode voorbij is, worden die kinderen afgegeven aan een instantie al. Dat is nu al zo. En dat is dan uit vrije wil. En straks wordt het verplicht. En ik was een tijdje terug aan het wandelen in Amstelveen. Met een kennis van me. Gewoon voor de gein, hoor. Een beetje wandelingetje maken. Ik kende haar via het werk. En zij heeft ook een hele tijd gewoond. En toen zagen wij een aantal van die kinderdagverblijven. En die waren allemaal van dezelfde organisatie. Dus die kinderdagverblijven, die worden nu al geglobaliseerd. Alles wordt heel groot. Die gehandicaptenzorg, waar ik nu voor werk, die jongens en meisjes daar, ze doen hartstikke goed werk. Dat zal je me niet over horen. En bij die organisatie werken een respectabel aantal mensen. Dat ik dacht, wauw. Ja, zei iemand heel trots. En we groeien ook nog. Dus zo dadelijk is die
die club waar ik dus nu voor werk, dat wordt een landelijke club. En dan is het nog maar een kleine stap en dan wordt dat een Europese club. Ja. Je krijgt een hele andere wereld straks. Dat wordt interessant, hoor. En het gaat best met forse stappen, vind ik. Opmerkelijk. Toch wel. En ik vind het moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat ik daar wel in de komende jaren een beeld van ga krijgen. Ik denk dat als ik... Want ik ben nu heel veel aan het leren. Hè? Ik weet nu veel meer van de wereld dan 5 jaar geleden, hoor. Ga daar maar vanuit. En ja, ik ben nog steeds heel nieuwsgierig. En ik hou die kerk in de gaten. En ik ga er wel 1 jaartje of 20 mee, denk ik. Dan kan ik nog 20 jaar ogen en oren open houden. En dan denk ik dat ik wel aan mijn medemens kan vertellen wat er... Ja, te gebeuren staat. Hoe het zich zal gaan ontwikkelen. En vooral hoe de doorbraak eruit komt te zien. Want een doorbraak gaat er komen. Want zo'n wereldorde die men voor ogen heeft... Dat is een wereldorde van bovenaf opgelegd. Waarbij de jongens en meisjes van het ontwerp... die zijn auteursrechtelijk eigenaar van het systeem... en staan dus buiten het systeem. En met dat ze buiten het systeem staan... kunnen ze dus niet ter verantwoording worden geroepen... Want het is hun systeem en ze kunnen niet ter verantwoording worden geroepen door het systeem dat ze zelf hebben gesticht. Ja. Neem zoiets als de Verenigde Naties. Dat is gesticht vanuit dat gevoel van die wereldorde, jongens. Hè? Al die landen moeten lid worden en ieder land dat een lid is... moet zich vervolgens ook gedragen naar de regels die de Verenigde Naties oplegt. En als je geen lid wil worden, ja, dan ben je verdacht. Maar waarom wil jij geen lid worden? Waarom wil jij niet meedoen? En dan ben je een buitenbeentje en dat wil je dan ook niet als land. Dus dan word je maar lid. Maar vervolgens moet je wel gaan doen wat de Verenigde Naties zegt. Ja, behalve Vaticaanstad. Die zijn lid van de Verenigde Naties, maar die hebben een bijzonder lidmaatschap. En dat houdt in dat ze bij alle vergaderingen mogen zijn. En ze hebben inzicht in alle stukken en alle notulen. En alle rapporten. Maar ze kunnen niet aangesproken worden op wat dan ook. Omdat ze het Vaticaanstad heeft een hele bijzondere lidmaatschapsdinges. Als enige land. Vaticaanstad is een land. Hij heeft ook een eigen euro. Ja, en nu is het nog zo dat mensen niet in de gaten hebben... Hoe het spel gespeeld wordt.
een... Ja, dat aantal mensen dat het in de gaten zal krijgen, dat neemt toe. En het aantal mensen dat in zal zien dat het een heel leuk wereldwijd systeem is, waarbij we allemaal lekker heel gezellig samen doen. Ja, maar dat 1% van de mensheid, die zit in kastelen en landerijen en die willen niets met ons te maken hebben. En die leven lekker hun eigen leventje. Je hebt zo'n nummer van Patti Smith. Van, outside of society, that's where I wanna be. Tutu, outside, outside. Ja, die elite. Die gaan straks, daar zijn ze al. Die leven in een heel eigen wereld. Ja, mensen als Al Gore, die heeft zijn eigen vliegtuigen. Als die ergens naartoe wil, dan... Ja, wij hebben dan een fiets, ik heb een fiets. Maar Al Gore heeft vliegtuigen. Die mensen denken heel anders, joh. Ik weet nog wat ten tijde van de Koude Oorlog... was er heel veel verkeer tussen Amerika en Rusland. Op dat hele hoge niveau. En dan ging er weer een vliegtuig in naar Moskou. Dat was heel normaal. Even overleggen. En hoe gaat het aan jullie kant? Door die hele Koude Oorlog, dat was toneel. Dat was theater. Dat was om ons bezig te houden. Net als 9-11. Dat was alleen maar om ons bezig te houden. Die wetgeving die ze na 9-11 doorgingen duwen... die was al klaar voordat die aanslagen er waren. Dat was allemaal gepland. Jojo. En hoe gaat dit dan verder? Ja, het moet gaan breken. Ik denk niet dat ze het duurzaam vol kunnen houden. Dat is wat ik denk. En wanneer het gaat breken, ja, dat weet ik niet. Dat zal ik denk ik ook niet gaan weten. Ik denk wel dat als ik nog een aantal jaren goed de boel blijf bestuderen, dat ik wat kan vertellen over op welke manier het zal gaan breken. En ik denk dat het christendom daar een grote rol in gaat spelen. Maar er zijn veel leugens die opgeruimd moeten worden. Die leugens die verdelen ons. Hè? Met Wim bijvoorbeeld. Vandaag was ik er weer even. En ja, Wim en ik zijn het roerend eens over een hele hoop zaken. Waar andere mensen een hele andere mening over hebben. Daar hebben Wim en ik precies dezelfde mening. Namelijk dat die andere mensen het helemaal bij het foute eind hebben. En Wim en ik hebben gelijk. Dat weet ik. En Wim weet het ook. CO2 toestanden, dat is ongelofelijke onzin. Ja, CO2 bestaat wel, maar daar een probleem van maken is onzin. En vaccinaties zijn best gevaarlijk. En in de regel niet echt nodig. En er zijn vaccinatierondes geweest met een desastreuze uitwerking. Dat weten we.
Weet je dat er in de oerwouden van Guatemala of zo, daar zijn mensen gevaccineerd, tussen aanhalingstekens. Maar het was een experiment waarmee ze wilden kijken of je de bevolking kon verminderen door ze in te spuiten met syfilis. Dat is uitgelekt. Hebben ze de inheemse bevolking van Guatemala, hebben ze dan gezegd, ja, dan krijg je een spuitje en dan word je nooit meer ziek. Nee, je wordt inderdaad nooit meer ziek, want je bent dood. Ja, daar zijn Wim en ik dan wel over eens. Maar de aanslagen van 11 september, die zijn volgens Wim toch echt gedaan door Osama Bin Laden en zijn 19 woestijnvrienden. En nog een mannetje of 6, 7, 8, 9 die in Duitsland nog zijn opgepakt. En dat er nog nooit een rechtszaak is geweest waarbij die mensen veroordeeld zijn. Dan zegt Wim van ja, moet je daar nu nog over zeuren? Het is toch allemaal al bekend? Dat is wel apart, die leugens, dat is wel een groot probleem. En het is aan de kinderen, aan de nieuwe ruggeneraties, om daar een houding in te vinden. Vooral om die waarheid te leren kennen. Daarom ben ik ook zo geïnteresseerd in hoe dat denken van mijn dochter zich zal ontwikkelen aangaande het milieuprobleem, wat zij dan ziet. Hè? Zij gelooft erin. En ik ben maar ouderwets, want ik ben van heel lang geleden geboren. Zij is modern en heeft een frisse geest en kan veel beter oordelen dan ik. En dat soort dingen denken ze. Dacht ik ook hoor, toen ik 19 was. Je denkt als jeugd dat je... Ja. En dat vind ik ook wel goed hoor, dat die jeugd zo over zichzelf denkt van... wij zijn de belofte van de toekomst. Gewoon prima. Maar je moet je ideeën, je denkbeelden wel baseren op waarheid. Hè? Ja, ik vraag het me af. Hoe het zich gaat ontwikkelen. En het internet, dat heeft aan de ene kant een hele slechte uitwerking op het waarheidsgehalte van de gedachten in de mens. In die zin dat heel veel gedachten van de mens worden dus nu veroorzaakt door internet. En die gedachten die slaan helemaal nergens op. Want op internet staat heel veel onzin. Maar ook dingen die helemaal geen onzin zijn. Waar het wel degelijk gaat om waarheid. En de mens moet leren om de onzin te onderscheiden van de waarheid. En weten hoe het zit. En ja, en dan kom je terug op die Bijbel. In die Bijbel wordt er wel vrij aangenaam helder gedaan over het begrip waarheid. En dat er zoiets is als een macht op deze aarde die geïnteresseerd is in het verspreiden van de leugen. Want het maakt niet uit wat je zegt, als het maar een leugen is. Precies dat wat je niet wil. En die is er. Hij staat in de Bijbel. Dus hij is er, dat weet ik. En dat het in de Bijbel staat, dat weet ik ook. En dat je daarom respect moet hebben voor de Bijbel, dat vind ik dan ook. En dat is er nu nog niet. Mijn dochter, die heeft dan een King James. Maar daar leest ze niet in.
Ik mag al blij zijn als het ding überhaupt op de nieuwe kamer ligt. En niet ergens in een doos bij die leuke moeder van haar. Omdat ze hem over een tijdje kwijt is. Ja, dat zijn van die gedachten die ik dan zo heb, hè? Maar goed, ik ben er nog niet. Zij is nog niet uit beeld, of ik ben niet uit haar beeld. Dus als ik het op deze manier doorzet met haar, dan. Nou, het gaat best wel oké, hoor, de laatste tijd. En dat we ook als volwassen mensen een discussie kunnen hebben. En dan mag zij een andere mening hebben dan ik, dat vind ik best. Ik heb gelijk en. Ja, ik beschouw haar als een jong, onwetend, dom gansje. En dat laat ik natuurlijk niet merken. Anders is ze beledigd. Als ze deze uitzending maar niet hoort, dan hoort ze toch niet. En ik bedoel het ook een beetje plagerig. Want ik respecteer haar denken wel. Daar heb ik verder geen moeite mee. En het is ook geen schande om. Ja, in al die propaganda getrapt te zijn. Want er is zo ontzettend veel propaganda. En het zit zo slim in elkaar. Ja, er is toch wel een knappe jongen die daar immuun voor is. Het is zo goed geënt op die doelgroep. De jeugdige mens, daar mikken ze op. Hè? Dat karakter Greta Thunberg. Hoe durft u? Jank, kind. Maar dat spreekt de jeugd aan. Hè? En het feit dat de jeugd gewoon. Mijn dochter was dan ook bij zo'n protestmars in Den Haag geweest. En er zijn dan duizenden mensen van haar leeftijd. En ja, daar wordt mijn dochter ook helemaal high van. Maar zie je wel, wij zijn de toekomst en wij zijn de belofte. En dan gaan we scanderen terwijl we wandelen door de hoofdstad van Zuid-Holland. Ja, ik weet wel beter. En ik zie toch een. Ja, je ziet een verandering in de maatschappij. Heel veel dingen ten slechte. Eigenlijk alleen maar ten slechte. Het enige wat er ten goede is, is dat mensen zien dat de veranderingen in de maatschappij van de laatste jaren alleen maar ten slechte zijn. En dat hebben wij dan inmiddels in toenemende mate in de gaten. En dat is nou weer goed. Maar dat is ook het enige goede. Het is een bizarre wereld, hoor. Wij gaan. En dat is met die. Om even terug te keren dus naar die LifeSite News. Met hun alarmerende berichten over heidense rituelen. En dat was nou de Sint-Peter-basiliek of zo, hè? Dat is wel een behoorlijk prominent gebouw in het Vaticaan. Rome. Dat is heidens wat ze daar doen. Maar ja, ik ben nou toch een screencast. Kan ik je even laten zien. Hè? Repetitief. Repetitief. Bidden. Babel. Repetitief, toch?
staat ergens in Matthäus, een mooi verhaaltje. Ik denk dat ik hem even maar direct de King James moet pakken. Matthäus. En dan, ik dacht 6. En anders is het 7. Het staat zeker in het begin. Kijk, hier staat hij. Ja, zie je wel. Vers 7. But when you pray, use not vain repetitions as the heathen do. Kijk, heidenen zijn niet... Dit staat heidenen, heathen is heidenen. Heidenen, dat is precies alles wat fout is. Er is niet zoiets als moeder aarde. Dat doet er helemaal niet toe. Het is de geest die de materie ordent. En de materie, mater betekent moeder, hè? Dus materi, dat is moederspul. Het moederspul is niet leidend. Nee. De geest is leidend. Dat zegt de Bijbel. En daar zit het antwoord. Daar zit de oplossing. Daar zit de weg. Het is een mooi gebed trouwens, hè? Dat, nou, je toch met me meekijkt. Dus Matthäus, het eerste evangelie. En dan hier vanaf vers 9 begint hij met zijn idee van het gebed. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as in heaven. Dat it is, mag je weglaten. As in heaven. Give us our daily bread. And forgive us our debts. As we forgive our debtors. And lead us not into temptation. But deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen, moet je zeggen. Dat is Engels. Hier is het. Dit is precies wat het is. Vooral vers 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Debtors. Kijk, het is de geest, het is de Vader, het is God, en die schept, en die heeft geschapen, en die heeft een wereld gemaakt, zodat zijn evenbeeld, zijn gelijkenis, daarin tot wasdom kon komen. En alles ingepland, hè? Ook het kwade wat zou ontstaan, dat wist God al. Maar ja, het kon niet zonder. Hè? En het is aan ons om paal en perk te stellen. En als wij dat niet doen, en wij maken er een puinhoop van, en dat hebben we gedaan, ja... Dat hebben we trouwens ook al lang geleden. Daar zijn voorbeelden van. De vloed van Noah. De zondvloed. Dat was een vergeldingsactie van God.
Of een havengelding, niet echt. Dat was opruimen. Een jeutje van een buinhoop. En dan heb je de vernietiging van Sodom en Gomorra. En er staat ons nog wat te wachten, volgens Johannes. In zijn boek Openbaring heeft hij een plaatje geschetst van wat er aankomt. De Armageddon. De grote oorlog. De moeder aller oorlogen. Die komt eraan. Volgens de Bijbel. En het zal wel weer kloppen. En Jurk had zoiets van, nou, ik denk 150 jaar. Ja, nou, ik denk helemaal niet. Ja, ik denk niet dat die morgen komt. Dat is het enige. Niet tussen nu en een paar dagen. Dat kan je vergeten. Misschien. Maar misschien is het aan de vroege kant, hoor. Kijk, in het boek Openbaring staat dan zoiets dat er een scheiding gaat komen, hè, tussen de geiten en de bokken of zo. Kaf en het koren. Nou, als die scheiding nu komt, dan ben ik bang dat we voorlopig geen last hebben van overbevolking. Dat bijna iedereen chop-chop gaat. Dus misschien moeten we het ook niet te snel willen. En dat we eerst de boel een beetje de ruimte moeten geven. Dat wat meer mensen inzien dat de Bijbel het woord van God is. Anders wordt het wel een sneu bestek. Zoals de Groningers zouden zeggen. Maar ja, we zullen het vanzelf wel merken. Het zijn voor ons interessante tijden. En ik zal voor jullie die katholieke kerk in de gaten houden. En dan geef ik gewoon net als de showbiz nieuws of zo. Hè? Want, wat hebben de sterren nou hier gedaan? Nou, dan kijk ik even hoe die katholieken aan het spartelen zijn. Want ze hebben een probleem. Intern dus, hè? Ik vraag me af hoe ze dit op gaan lossen. Want you believe me dat niet iedere bisschop en niet iedere kardinaal dit allemaal zo even jolig vindt. En een interne verdeeldheid, dat kunnen ze denk ik niet goed gebruiken. Maar ja, voor hetzelfde geld schaffen ze die kerk af. Dat kan ook nog, hè? Dat ze het over een andere boeg gaan gooien, dat kan ook nog. Weet je niet. Dat ze vanuit, nou ja, ik zat even te denken dat ze vanuit de staat komen met met voorwaarden waaraan een door de staat goedgekeurde religie moet voldoen. Dat zou ook nog kunnen. Misschien dat ze dat al uitgeknobbeld hebben. En dan kunnen ze die paus wippen. Ja, niet dat ze dat zullen doen, maar dan mag die paus verder gaan. Maar dan heeft hij als religieus leider geen zin meer. Je moet de baas zijn van alle religies, daar gaat het om. Je moet al die religies stroomlijnen en ja, universaliseren. Want al die religies moeten onderdeel worden van de universele katholieke religie. En of dat dan echt met de paus is, dat maakt er nog niet zo gek van uit. Als die maar universeel is. En red de natuur, ja, dat blijft toch wel een goeie, hè? Het is ook op Facebook, hoor, dat mensen zeggen, nou ja, ik wil op zich, ik ben niet tegen boeren, maar ja, de biodiversiteit, ja, dat,
Nou, dat vind ik wel wat waard. En die mensen weten helemaal niet waar ze het over hebben. Totaal niet. En ze zijn nog helemaal niet geïnteresseerd in biodiversiteit op zich, maar ze vinden het wel goed klinken. En dat roept er maar wat mee, hè? Tja. Nee. We zullen het wel merken, denk ik. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie, tjus, en ik hou jullie op de hoogte, lieverds.